We hebben in de vorige aflevering gesproken met Angela van Gerwen, de voorzitter van Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen. Ze heeft daar vol passie de doelstellingen en de missie van Stichting uit de doeken gedaan. Heb je financiële problemen? Aarzel dan zeker niet om contact met hen op te nemen. Dit kan gewoon via hun website www.leergeldveldhovendekempen.nl of via een contactpersoon met jouw gemeente. Geen enkele ouder wil graag dat zijn of haar kind sociaal uitgesloten wordt. En dat wil Stichting Leergeld ook niet. Ze ondersteunen jullie materieel met een cadeaubon voor een tweedehands fiets of een telefoon. Met het betalen van het lidgeld voor de sportclub of het schoolreisje van de school. Ze houden zeker rekening met jullie privacy, want het is niet leuk dat de buurt of andere mensen weten dat je financiële problemen hebt. Ook al is dit maar tijdelijk door de corona. Stichting Leergeld helpt jullie graag. Angela vertelde ons al over de vertrouwenspersoon die bij jullie aan huis komt. Om het met een moeilijk woord te zeggen, de intermediair. Maar wat doet deze persoon allemaal? Graag laten we Erika Nabbe aan het woord, want zij kan het best vertellen wat een intermediair doet. Ik ben Erika Nabbe, 44 jaar uit Bergijk, moeder van 4 kinderen, 14, 12, 10 en 6. Wij hebben thuis een staalconstructiebedrijf en daar doe ik een stukje HR. En daarnaast sinds 3,5 jaar intermediair voor Stichting Leergeld. Intermediair, het is nogal een moeilijk woord. Je belt toch niet bij de mensen aan en zegt, hey, ik ben de intermediair? Klopt, intermediair is een moeilijk woord wat ik nu gebruik, maar waar ik bij de contacten met de mensen niet gebruik. Ik kom de intake doen voor Stichting Leergeld en ik leg uit wat ik kom doen. Wanneer je dit voor het eerst hoort, zou ik niet weten wat jij allemaal moet doen als vrijwilliger bij de Stichting Leergeld. Leg het eens uit aan ons. Wat is een intermediair? Dat is iemand die huisbezoeken bij de mensen doet en die kijkt of iemand in aanmerking komt of recht heeft op hulp van Stichting Leergeld. Dat is in een korte zin wat ik doe. Angela vertelde in de vorige aflevering dat de ouders zelf een aanvraag kunnen indienen, maar ook bijvoorbeeld de trainer van een voetbalclub of de leerkracht van de school van jouw kinderen. Maar hoe weet jij nu eigenlijk waar jij op bezoek mag gaan? De mensen doen een aanvraag digitaal. Of dat wordt door iemand gedaan die het gezin begeleidt. En ik krijg via de coördinator, dat is degene die mij aanstuurt, zeg maar, de vraag binnen. Ik krijg een mailtje, er is een gezin voor jou en zo krijg ik dat gezin door. En ik neem dan zelf contact op met het gezin voor een afspraak te maken. En of het voor hun ook duidelijk is wat ik kom doen, zeg maar. Bij vreemde mensen op huisbezoek gaan of een vreemde jouw huis binnenlaten, niet altijd even gemakkelijk lijkt me. En je komt dan ook nog eens praten over zaken waar men niet graag te koop mee loopt, namelijk financiële problemen. Voel je je dan wel welkom als je naar binnen gaat? Meestal voel ik mijn eigen wel welkom als ik op bezoek kom de eerste keer. Maar de mensen zijn vaak ook een beetje gereserveerd. Want ze weten vaak niet wat kunnen ze verwachten. Ze hebben al een mailtje gehad waarin staat dat ze de bankgegevens zo nodig in moeten laten zien. En ja, dat is toch vaak een stukje bedreigend voor de mensen. En ja, ik begin vaak ook een gesprek met, hoe gaat het met jullie? Dat je een beetje helder krijgt, waar bestaat het gezin uit? Vader, moeder, kinderen, een stukje achtergrond. Waar komen ze vandaan? Maar wel ook altijd een beetje kijkend naar, wat willen ze kwijt? Dat vind ik ook wel altijd heel belangrijk. Want soms merk je dat ze ook niet meer kwijt willen. En dan is dat ook prima. Ik ben toch wel eens benieuwd hoe je zo'n eerste gesprek aanpakt. Want je komt natuurlijk niet voor de gezelligheid. Hoe pak je dit aan? Nou, dan gaat het meer over het eerste contact, zeg maar. Hè? Want je hebt mensen die heel makkelijk praten.
Maar je hebt ook mensen die zijn wat gereserveerder, wat terughoudender over wat ze kwijt willen aan mij, over hun situatie. Ik maak vaak eerst een praatje voordat ik het over de bankgegevens begin om dat in kaart te brengen. Dus er gaat een stukje vooraf. Hoe gaat het met de kinderen op school? Als mensen pas in Nederland zijn, voelen ze zich hier in bereik? Hoe vinden jullie dat? Die vragen. En is het voor iedereen duidelijk waarvoor jij op bezoek komt? Je hebt al verteld dat ze een mail of een brief aangekregen hebben. Maar begrijpen ze het wel altijd? Voor de mensen is het niet altijd helemaal duidelijk wat er van hun verwacht wordt. Ze krijgen wel een mail met daar duidelijk opgesomd wat er nodig is. Qua financiële administratie, wat ze in moeten laten zien. Als er een uitkering is, dat ze daar bewijs van moeten laten zien. Maar of de mensen begrijpen het niet helemaal, of ze hebben zoiets, we zien wel. In de praktijk merk ik dat een stukje uitleg daarin heel belangrijk is. Op mijn school merken we vaak dat sommige mensen zelf geen moeite willen doen. Soms kunnen ze het ook gewoon niet alleen. En ze telefoneren dan naar onze school of zij dit voor hen willen oplossen. Herken jij dit ook? En hoe ga je daar dan mee om? Ja, ik heb inderdaad de indruk dat mensen soms de indruk hebben dat mensen zelf daar niet te veel moeite voor doen om bij hulp van leergeld te moeten krijgen. Maar dat is gelukkig ook niet aan mij om daar een oordeel over te geven of daar iets van te vinden. Het is juist mijn taak om duidelijk te krijgen, naast het financiële stukje komen ze in aanmerking, maar daar hoef ik ook geen oordeel over te geven. Dat doet mijn collega, de coördinator. Ik zorg dat alles genoteerd is, dat ik eventueel bewijzen heb die overlegd moeten worden. En ik voer alles in op de computer en dan wordt het door mijn collega beoordeeld of ze wel of niet in aanmerking komt. Dus jij, als intermediair, beslist niet over het krijgen van hulp of het niet krijgen van hulp. Je verzamelt eigenlijk zoveel mogelijk informatie en geeft deze dan door aan jouw collega. Doe je nog andere dingen? Maar mijn taak is ook het stukje helder te krijgen. Hoe gaat het met de kinderen? Wat hebben ze eventueel wel of niet nodig? Want er zijn ook gewoon gezinnen waar bijvoorbeeld die nergens aan meedoen, die niet met sport meedoen, die komen van ver weg vandaan. De kinderen spreken meestal wel redelijk de taal als ze even in Nederland zijn. Maar we hebben bij ons vaak in een klein dorp en er zijn geen enkele contacten. En je merkt wel dat er dat daar wel behoefte aan is, maar dat er niet altijd de juiste weg weten om te bewandelen. En dat is dan ook een stukje mijn taak, om ze daar een stukje in te sturen, om in te helpen. En hoe ben je bij Stichting Leergeld terechtgekomen? Hoe ben ik bij Leergeld gekomen? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik was eerst helemaal niet bekend bij Stichting Leergeld. En de coördinator, het is in Bergijk 4 jaar geleden gestart nu. En de coördinator was toen docent op de school waar mijn kinderen zaten en nog zitten. En zodoende dat hij mij vroeg of dat niet iets voor mij was. En zodoende ben ik eerst uitleg gevraagd, wat is Stichting Leergeld nu en wat betekent het voor de kinderen? En mijn kinderen hebben het heel erg goed, maar ik ben me ook wel heel erg bewust van dat het niet voor alle kinderen zo is. En als ik alleen naar Bergijk kijk, zijn er veel meer gezinnen die onder de doelgroep van Stichting Leergeld vallen als wat ik me eerst voor ogen had. Veel meer als ik zou bedenken. Een leerkracht op de school van jouw kinderen heeft jou gevraagd of je graag vrijwilliger zou willen worden bij Stichting Leergeld. Je bent moeder van 4 jonge kinderen, doet de HR in het staalconstructiebedrijf en toch ben je vrijwilliger geworden. Weet je ook waarom die leerkracht jou zag als de ideale persoon om dat te doen?
Ik doe wel mijn best om me heen te kijken. Ja, wat, kijk, mijn kinderen zitten op sporten, op school. Ik zie wat belangrijk is en ook wat er met bij de gezinnen moeilijk gaat. Hè? De laptops bijvoorbeeld. Ik zie mijn oudste zitten nu op de middelbare school. Hoe belangrijk het is dat ze een werkende laptop hebben waar ze mee vooruit kunnen. Want ze kunnen gewoon niet meer zonder. Dus dat is, ja, ik vertrek het ook wel een beetje op mijn eigen gezin van hè, wat hun wel allemaal hebben en wat voor anderen dus niet zo vanzelfsprekend is. Erika, voordat je vrijwilliger werd bij Stichting Leergraad, heb je van hen ook een soort opleiding gekregen. Hoe je dit allemaal moet aanpakken op een sociale, maar discrete manier. Wij hebben als intermediairs bij Stichting Leergeld een aantal cursusavonden gehad. Ja. Die cursus die bestaat voor een stukje uit ook rollenspellen, een stukje theorieachtergrond van hè, wat is armoede, welke gezinnen vallen daar onder. Maar ook een stukje de rollenspellen. Ja. Rollenspellen, we doen dat wel eens in de klas. Niet altijd even gemakkelijk. Maar het zal je vast en zeker wel geholpen hebben ter voorbereiding op wat komen zou in het echte leven. Kun je ons daar iets meer over vertellen? Dat je krijgt dan een casuïstiek en die ga je met z'n tweeën spelen. De een is het gezin waar je komt, zeg maar de moeder. En de ander is de intermediair. En dan krijg jij een opdracht als intermediair. Maar degene die de rol speelt, heeft ook een opdracht. En dan ga je dat daarna ook ja, gezamenlijk bespreken, zeg maar, bij elkaar. Kom je daar weer op terug in de groep van ja, wat ging goed, wat ging minder goed. Wat vond je moeilijk? Ik denk dat jij tijdens sommige gesprekken toch moeilijke verhalen te horen krijgt. Verhalen waar je bij wijze van spreken 's nachts wakker van ligt. Ik ben op zich er niet zo van geschrokken, maar dat komt misschien om mijn achtergrond. Als verpleegkundige kwam ik bij de mensen ook veel thuis en ook gesprekken voeren. Dus dat is iets wat mij ook wel ligt bij de mensen. Vooral het luisteren naar de mensen, dat ze het gevoel hebben dat ze gehoord worden en dat ze ook de kans krijgen. En, hè, want je hebt ook ooit mensen die echt emotioneel zijn. En dan is het gewoon fijn als je ze een luisterend oor hebt kunnen bieden. Je kunt ze op dat moment natuurlijk geen zekerheid bieden van kom je in aanmerking, want dat mag ik niet, mag geen toekenning geven. Dat is ook heel fijn op zich, hè, dat... Het is wel fijn als je achteraf dan ziet dat er een toekenning gegeven is voor dat gezin en als er geholpen gaat worden. Ja. Heb je ooit meegemaakt dat een bepaald gezin niet in aanmerking bleek te komen voor hulp? Dat lijkt me toch vrij moeilijk om zoiets te moeten gaan vertellen. Of hoe gaat dat bij jullie? Ik heb nog maar één keer meegemaakt dat een gezin geen toekenning heeft gekregen, maar dat gaat dan ook buiten mij om. Er is geen communicatie met mij en het gezin. Dat wordt door de coördinator gedaan. Dat is vervelend, want je wilt natuurlijk iedereen helpen, maar de manier hoe het georganiseerd wordt, dat het de coördinator dat beslist. En ik weet, hè, de lijntjes zijn heel kort, want ik bel op als ik bijzonderheden heb over een gezin. Dan weet ik dat het niet ja, nee is, maar dat er ook eventueel overlegd wordt met andere collega's van wat doen we met dat gezin? Het is niet zo heel zwart-wit van ja, nee. Stichting Leergeld bestaat nu 15 jaar. Er zijn een paar mooie doelstellingen voor de toekomst geformuleerd. Wat zijn jouw persoonlijke doelstellingen? Mijn doelstelling is eigenlijk zo door te gaan en vooral bij de gezinnen te komen en naar de mensen te blijven luisteren en op deze manier te kunnen blijven helpen. Kun je ons vertellen wat je allemaal bereikt hebt met Stichting Leergeld? Dat er vele gezinnen geholpen zijn in Bergijk. Ik merk ook dat de gezinnen onderling elkaar aanbevelen bij Stichting Leergeld. Want een vraag voor mij is ook altijd, goh, ben je bekend met Stichting Leergeld? Hoe kom je aan Stichting Leergeld? En ja, je merkt dat het onderling nou ook, dat er over gesproken wordt bij gezinnen. En dat is natuurlijk iets wat in het begin nog veel minder was. Ja, dus een stukje bekendheid. Leergeld zet zich in voor de schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek
aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes. Welke gezinnen heb je al allemaal kunnen helpen? De gezinnen waar ik bij betrokken ben, die zijn eigenlijk heel divers. Er is een grote groep die aangemeld worden via vluchtelingenhulp waar wij komen. Maar ik denk dat ook, ik dacht eerst eigenlijk dat dat de grootste groep was. Maar in die 3,5 jaar ben ik daar wel achter dat in Bergijk in ieder geval niet het geval is. Dat het eerder 50-50 is. Dus ja, een oudere gezin, ook mensen die ZZP'ers, waar we het eerder over hadden. En kan je ons ook iets vertellen over hun hulpvragen, zonder hun privacy te schenden natuurlijk? Ja, dus en de hulpvragen die hun doen, dat is ook een beetje afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Hè. Afhankelijk zitten ze op de basisschool of zitten ze op de middelbare school. De basisschool, daar begin je toch vaak ook met zwemlessen. Er zijn heel veel kinderen die dat nog niet gehad hebben. En dat is ja, echt een basisbehoefte, vinden wij ook voor diploma A en B. Dat ze op school ook met schoolreisjes, met schoolkamp mee kunnen doen, met activiteiten. Maar ook dat ze gewoon op een fiets met vriendjes naar een veldje kunnen. Dat is op het dorp ook heel belangrijk. Stel dat ouders om welke reden dan ook niet willen meewerken aan een inkomenstoets. Wat kun jij dan doen? Als de ouders niet mee willen werken aan een inkomenstoets, is het natuurlijk lastig om voor mij in kaart te brengen of ze daar wel of niet in aanmerking komen. Een vraag zou dan kunnen zijn van hoe komen ze bij Stichting Leergeld? Want ik denk dat ze daardoor iemand op geattendeerd zijn, bijvoorbeeld door de school of door andere ouders. In principe kunnen wij geen toekenning geven als wij geen beeld hebben van de situatie. Of er dan nog andere opties zijn. Ja goed, het valt voor een stukje natuurlijk buiten de school, want dan wordt het schoolreisjes en zo wordt natuurlijk een stuk door de ouders georganiseerd. Maar ik zou daar zelf weinig mee kunnen. Ik kan het mijn coördinator neerleggen, zeg maar. En die zal dan ook terugkoppelen van ja, we hebben die en die gegevens echt nodig. Dus ik hoef daar ook geen uitspraak over te doen. Hoe vind jij dat persoonlijk als een kind daardoor bijvoorbeeld niet mee zou kunnen met een schoolreisje? Voor het kind zou ik het heel sneu vinden als een kind daar bij wijze van staat en de rest van de kinderen uitstaat te zwaaien. Ja, daar kun je niemand, want dat is iets waar een kind denk ik heel het leven meedraagt. En ja, ik kan niet oordelen waarom ouders dat niet willen geven, wat hun belemmert, daar heb ik ook geen kijk in. Dus. Gelukkig heb ik naar aanleiding van dit laatste onderwerp belangrijk nieuws te vertellen. Luister even mee naar Angela van Gerwen, de voorzitter van Stichting Leergeld. Ter aanvulling is het goed om nog even te zeggen dat er 1 augustus een nieuwe wet in werking treedt en die gaat over de ouderbijdrage. Veel scholen sturen ouders een factuur om een ouderbijdrage te betalen en uit die ouderbijdrage worden activiteiten betaald. Zoals bijvoorbeeld een kerstviering, een schoolreis of een schoolkamp. Vanaf 1 augustus moeten scholen ervoor zorgen dat ook als de ouders die bijdrage niet kunnen betalen, om welke reden ook, dat hun kinderen wel gewoon mee kunnen doen met die activiteiten. Wij hebben daar ook gesprekken over gehad vanuit de stichting met de scholen. En wij hebben daar ook brieven over gestuurd aan de ouders, zodat ze dat weten. En als het nodig is, gaan wij daar als Leergeld nog een ondersteunende rol in spelen. We gaan in ieder geval dan in gesprek met de scholen, zodat de kinderen hier niet de dupe worden. Het niet mee willen werken aan die inkomenstoets of het niet durven hulp vragen, is toch een soort gevoel van schaamte. Wat is jouw ervaring daarmee? Ik denk dat er zeker bij een gedeelte van de gezinnen schaamte is om hulp te vragen voor leergeld. En ook omdat er een stukje inkijk gegeven moet worden in hun bankgegevens. Maar ook dat ze soms ook het gevoel hebben, denk ik, dat ze gefaald hebben op een bepaalde manier. En ja, mijn taak daarin is toch
om de mensen het gevoel te geven dat, dat er met een nette manier omgegaan wordt. En hè, dat ze dat op tafel kunnen leggen en dat ze die ruimte, die vrijheid ook hebben. Maar ook om te delen wat ze wel willen en wat niet. En dan bedoel ik meer eromheen. Hè. Dus niet die gegevens, maar ja, want ik hoef niet te weten waarom het zo gaat of welke problemen ze nog meer hebben. Sommige mensen delen dat en daar kun je dan ook daar kun je nog iets over zeggen of eventueel nog hulp van andere instanties inschakelen. Maar mijn ervaring is dat die ook al wel vaak in beeld zijn. En soms heb ik ook met hun nog even overleg, maar wel in overleg met de cliënt. Soms vinden ze daar gewoon prettig dat ik het hun ook eens even uitleg hoe het werkt bij Leergeld. Ja. Wisselen jullie ook wel eens ervaringen uit tussen de intermediairs onderling, zodat jullie uit andere ervaringen kunnen leren? Ja, wij komen als op het moment door de corona natuurlijk weinig bij elkaar als intermediairs. En in het begin was het wel meer. En nu is het af en toe via Zoom-meetings. Maar het is wel fijn ook om, in het begin ook met Veldhoven toen we samen waren, dat draaide al wat langer, om daar ook ervaringen van hun mee te krijgen. Toen ik ingewerkt werd, ben ik ook met verschillende mensen meegelopen en daar pik je toch ook een stukje je eigen op van hoe jij zelf de huisbezoeken gaat doen. Ja. We zijn weer een stukje wijzer geworden in het hele Stichting Leergeld verhaal. En ik denk ook dat die leerkracht een goede keuze heeft gemaakt om jou in te leiden tot de wereld van Stichting Leergeld. Dit vrijwilligerswerk is vast en zeker niet voor iedereen weggelegd. Een laatste vraag. Mag ik eens vragen hoe jij het in jouw hart vindt dat het nodig is wat Stichting Leergeld doet? Het is, je zou het eigenlijk in de huidige maatschappij zou je niet zeggen dat het nodig is. Maar het is wel heel triest dat er gewoon kinderen aan de zijlijn staan en zo. En ja, ik zie hoe het belangrijk is voor mijn eigen kinderen, de ontwikkeling, de toekomst, dat ze mee kunnen met de rest. En ja, als je dat als kind niet hebt, dan heb je gewoon in je leven al een flinke achterstand. Naast van de achterstand die ze misschien nog meer hebben door hun gezinssituatie, achtergrond. In deze aflevering en vorige aflevering hebben we het gehad over de schaamte. Voor Stichting Leergeld is het een hele uitdaging om het gevoel van schaamte om hulp te vragen. Om dat gevoel om te kunnen zetten naar een gevoel van dat het normaal is om je kind mee te kunnen laten doen met zijn vriendjes. Het was niet gemakkelijk om iemand te kunnen vinden die wilde getuigen voor onze camera dat zijn of haar gezin gebruik gemaakt heeft van de hulp van Stichting Leergeld. Maar toch, vonden we een dapper iemand. Hij vertelt graag over de hulp die zijn gezin jaren geleden gekregen heeft van de stichting. Hij is zo enthousiast dat je hem bijna een ambassadeur van de stichting kunt noemen. Volgende week laten we Domingo's bij ons aan het woord. Tot volgende week.